is Megha. Ik heb haar 2 jaar geleden ontmoet tijdens een theaterproject van Ubuntu Theatre Foundation. Hallo Megha. Toen we haar ontmoetten, wisten we al direct dat dit een bijzonder meisje was. Muzikaal, talentvol, maar ook een kind van de straat. Ik heb haar en haar vrienden gevolgd in het proces van een theaterstuk maken. Ubuntu doet dit met deze kinderen om plezier te maken, hen hun talenten te laten ontdekken en meer zelfvertrouwen te geven. We kwamen erachter dat muziek is waar zij van leven. Having a guitar is having a life, zeggen ze daar. Dag in, dag uit staan ze daar tussen de auto's hun geld te verdienen. En om eerlijk te zijn, velen van hen zijn er nog goed in ook. Ze hebben echt talent. Pekerjaan saya buat nanti besar. Saya ingin menjadi anak band. Dan harapan saya yang paling terbesar, saya ingin menjadi gitaris profesional yang bisa gini. Onlangs zongen Henny Vrienten en Ernst Jans een van Megha's nummers tijdens een charity event. Dit nummer heet Akubiza. Dit betekent ik kan. En ik geloof dat. Je kan alles wat je maar wil. Vanaf februari-maart gaat Ubuntu terug om deze jongeren hun muzikale talenten verder te helpen ontwikkelen. Ze worden gecoacht door professionals, gaan een album opnemen en treden op tijdens het eerste Street Kids Festival in Bandung. Ik ben Marit de Versnel en mijn handen jeuken om hier een mooie documentaire van te maken en jullie kennis te laten maken met deze jongeren. Ik geloof dat talentontwikkeling bij kan dragen aan een beter toekomstperspectief voor deze jongeren. Zodat ze creatiever leren denken, hun wereld groter wordt, ze sterker worden en hun eigen krachten ontdekken. Ik denk dat deze documentaire gemaakt moet worden zodat meer mensen bewust worden van dit thema. En dat dit thema ook bij jullie een plekje in het hoofd en vooral in het hart krijgt. Dankjewel.